als te doen gebruikelijk. Klokslag 12 uur. Startschot van de Ronde van Overijssel. 66e uitgave met prima omstandigheden. Nieuw dit jaar is de finishstraat bij het Hoge Pad. Niet meer bij de Wijnand van Zeeuwstraat. En de 25 ploegen maken kennis met de nieuwe doorkomst. Natuurlijk ook eyecatchers als de Tankenberg en de Kuiperberg. En hier de Holteberg met al de kopgroep. Met 14 renners. En grote namen. Denk bijvoorbeeld aan Kees Bol, leider in de Holland Cup. En ook Max Kantner. Harry Tenfield. Tijmen Eysing. Ook een gevestigde naam in het pro-continentale wielrennen. Veel ogen gericht op Roompot. De enige pro-continentale ploeg in dit deelnemersveld. Met Martijn Budding in de kopgroep. Dan zien we hier prachtige beelden van bovenaf. De Lus bij het viaduct bij de A1. Richting Markelo. Met nog altijd 14 man voorop en het jagende peloton. Met veel mensen van Roompot in de voorhoede. Ja, zij vertrouwen niet op Martijn Budding. En hebben meer eisers in het vuur, onder andere met Tim Arissen. Wouter Wippert uit Wierden, de grote sprinter. Niet actief in de Ronde van Overijssel. Hij rijdt de Vierdaagse van Duinkerke. Sowieso weinig regionale cracks bij deze fraaie editie. Het is molendag en dus draaien de wieken bij de molen in Markelo. En even in het buitengebied van Markelo valt de boel uiteen. Hier zie je dat Roompot de gang naar het kopgroepje wil dichten. Het gat wordt ook steeds kleiner. Het begon met 4 minuten, werd toen 3, lange tijd 2 minuten. En in de slotfase van deze koers loopt het gat snel terug. Met hier 30 seconden. Mooi in beeld gebracht. De 14 koplopers gaan dan een beetje naar elkaar kijken. Voelen de hete adem van de achtervolgers. Op weg naar Rijssen, waar dan 3 rondes worden verreden. Hier ziet u ze, de achtervolgers, met onder andere Dion Beukenboom uit Zwolle. Samen met Jasper Bovenhuis in de achtervolging. En Beukenboom heeft er zin in. In dat bochtige parcours daar in Markelo. Oh, ja, daar gaat Beukenboom. Hij mist volledig de bocht. Heeft te veel snelheid. En gaat dan even op de koffie. Zo, koddig moment in de finale van de Ronde van Overijssel. Met nog altijd die kopgroep en die achtervolgers op een seconde of 30. Ook Jasper Plender uit Kampen in de voorste gelederen. Kan hij dan stunten en zorgen voor wederom een regionale winnaar? De laatste was Bart Boom in 2000 uit Enter. En in het verleden natuurlijk ook grote namen gehad als Rob Harmeling en Rudy Kemna. Maar de winnaar lijkt toch uit deze groep te komen. De voorste 14. Al komen die achtervolgers nog heel dichtbij daar. Met op de achtergrond finishplaats Rijssen. Als de renners het Schwarzwald induiken. Dan is de grote groep bij 1 en dan 10 kilometer voor de meet gaat Piotr Havik het proberen. Dit is een serieuze uitlooppoging. Gedurfd van Havik. Heeft lak aan de controle bij Roompot. En de 23-jarige renner uit Gouda gaat het dan proberen. Met nog 9 kilometer voor de wielen. Maar Roompot natuurlijk op het vinkentouw, evenals favorieten als Tenfield, Kees Bol. En dus een zinderende slotfase in de finale van de Ronde van Overijssel in Rijssen. Dit wordt cruciaal hier. Hier gaan koppen vallen. De weg is hier smal. Het gaat nog een beetje op en neer. Er gaan nu een aantal renners heel veel pijn hebben. We beginnen met Iman Lucas, die hier toch wel zit af te zien in het laatste wiel. Dan zien we Adrie Lindeman daarvoor zitten. Dan zien we ook nog Tijmen Eysing, man van Metec TKH en Piotr Havik. Dat is een sterk nummertje hoor, wat hij hier laat zien. Heel knap.
Je zou denken 10 seconden, dat is dichter rijden. En we zien daar ook een man ertussen rijden. En dat is Harry Tenfield. Dat is toch het Britse talent van Canyon Iceberg. En dat is de man waar we eigenlijk waar we toch wel naar keken hoor vanochtend. De man die de eerste etappe in de ronde van Yorkshire wist te winnen. Die probeert nu het gat te slaan. En niet alleen het gat te slaan, hij probeert er ook naartoe te rijden. En het kan maar zo zijn dat hij zo meteen het beeld binnen gefietst komt worden. En dat hij dan weer bij Piotr Havik komt. Piotr Havik die trouwens nu op de top is van dat klimmetje. Dan afdalen richting Rijssen, dan door het centrum en dan hier finishen met nog 3,5 kilometer te gaan. Is het kaarsje uit voor Rens Tulner. Maar je ziet het aan Havik, hij gaat ontzettend diep. De 23-jarige renner van Beat Cycling Club. Het lijkt erop alsof de aanval beloond wordt. En dat willen we toch heel graag zien, dat de aanval beloond wordt. Maar nogmaals, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar... Ja, dat die mannen van Roopert het toch gewoon slecht gespeeld hebben. Met 2 man achter de hand houden. Ja, met 4 man in de kopgroep. Dan moet je het eigenlijk gewoon afmaken. Ja. Laten we niet te hard roepen, want ze komen nog weer van achteren. Maar ik heb er een zwaar hoofd in. Wat een verschil in stijl, hè? Piotr Havik die trekt zich helemaal uit elkaar om op kop te blijven. Kort daarachter zien we Harry Tenfield, die toch wel steeds dichterbij komt. De aansluiting is bijna een feit. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan naar elkaar kijken? Maar er moet gewoon doorgereden worden. Er moet absoluut doorgereden worden, want kijken is funest. Zeker als ze maar 5 of 6 seconden voorsprong hebben. Ja. Zo, we hier bij de rotonde zijn aangekomen. Dat betekent dat we in de laatste kilometer zitten. Wie gaat hier de ronde van Overijssel winnen? Is dat Harry Tenfield of Piotr Havik? Harry Tenfield denkt, ik probeer die Havik eraf te rijden. Ik ga die Westlanden proberen te lossen. Maar gaat dat ook gebeuren? Piotr Havik bijt zich nu vast in het achterwiel van de Brit. Kan hij er nog met een sprint overheen gaan of heeft hij zichzelf helemaal leeg gereden? Kan hij zich nog eventjes rustig houden om even te herstellen? Hier gaan we rechtsaf en dan gaan we zien wie gaat hier de winst pakken. Harry Tenfield sprint en je ziet aan Piotr Havik dat hij volledig in de kramp schiet en door de pijngrens heen schiet. Komt hij er nog overheen? Komt Piotr Havik er nog overheen? Wie gaat hier winnen? Volgens mij is het Piotr Havik. Ja, volgens mij ook Havik. Ja. Zo. Ongelooflijk. Wat een finale. Terwijl hier Max Kanter nog eventjes de sprint van de achtervolgende groep wint. En we zagen toch echt Piotr Havik die als eerste over de streep kwam. Harry Tenfield, hij leek het te halen met nog een paar honderd meter te gaan. Dacht ik, nou die Brit, die is Havik voorbij. Ik zei het al, in de pijngrens, tot diep in de pijngrens probeert Piotr Havik stand te houden. Maar uiteindelijk komt hij er nog overheen. Kan die Harry Tenfield nog kloppen en wint Piotr Havik zo voor Harry Tenfield.